Het Korps Politie Suriname heeft vandaag de grote partij drugs die op 8 januari op de Chulzetti-haven is onderschept, verbrand. De verbranding van de ruim 2200 kilo cocaïne heeft plaatsgehad te Kraka in het district Para. Nadat de politie de aanwezige pers via verschillende testen ervan had overtuigd dat het daadwerkelijk om drugs gaat, is de grote partij in brand gestoken. Humphrey Naden, hoofd van de afdeling voorlichting van het KPS, zegt dat het onderzoek met betrekking tot deze vangst onverstoord doorgaat. Dit is een fase in dat onderzoek. En deze fase is dat het zo is dat bij dit soort van grote partijen, het momentje zeg maar, die monsters hebt getrokken voor de staatsgeheelkundige, dat je die drugs zo snel als mogelijk de drugs vernietigt. Het is ook te maken met het veiligheidsaspect, want zolang die drugs niet vernietigd is, komen er extra beveiligingsmaatregelen in place die de politie moet treffen voor wat de locatie betreft waar die drugs is opgeslagen. En dat willen we niet hebben, dus vandaar dat we dan zo snel als mogelijk na een afstemming met het Openbaar Ministerie, maar zij bepalen in feite wanneer het vernietigd mag worden, dan wordt het dan vernietigd. De drugsverbranding heeft onder zeer strenge beveiliging plaatsgehad. Naden zegt dat dit nodig is, omdat het hier gaat om drugs met een grote economische waarde. En het is georganiseerde criminaliteit waarmee we bezig zijn als je dit soort van grote partijen onderschept. En we weten dat die organisaties in staat zijn om zaken te doen die een normale kleine drugsdealer niet kan doen. Zoals proberen om de drugs terug te krijgen. Althans uit handen te krijgen van de politie. En daar zijn we van bewust van dat we heel secuur zijn. En scherp zijn als het gaat om de beveiliging van de collega's die bezig zijn met het verbranden van het spul. Zodat ze dus ongestoord en veilig dit werk kunnen doen. Nou, wij vragen aan de burgerij dat als ze informatie hebben over zeg maar, alle strafbare feiten die gepleegd worden, nu praten we over drugs, dus als men ook informatie, maar we zeggen dus tot drugscriminaliteit, dat men zijn burgerplicht vervult door die informatie door te spelen aan de politie. Men mag dat anoniem doen. Voor ons is het niet belangrijk de persoon die informatie geeft. Voor ons is het belangrijk de informatie die wij krijgen. Zodat we daarop kunnen voortborduren. Hoofd voorlichting KPS Humphrey Naden. Bij de verbranding was ook de officier van justitie Roy Elgin aanwezig. Hij was belast met de leiding van de vernietiging van de cocaïne. Volgens hem is in totaal 2300 kilo verbrand, omdat er ook drugs van eerdere vangsten bij was. Intussen zijn er verschillende aanhoudingen verricht in deze mega drugsvangst.